En wat gaan jullie precies doen? We gaan fietsen over het strand naar Noordwijk en weer terug. Dus dat wordt een zware klus, denk ik. Hoeveel kilometers is het? 38 kilometer. 38 kilometer naar Noordwijk en terug naar Scheveningen. De Rabobank Beach Challenge met vele sportieve genodigden van de Haagse Rabobank. Heb je er zin in? Ja, maar ik weet niet helemaal zeker. Je ziet er heel snel uit. Ik zie er snel uit. De vraag is alleen of ik snel genoeg ben. Er zijn een paar duizend deelnemers, waar wij zijn met een mannetje of 80, maar we maken gewoon heel veel indruk. Dat is het. We gaan ervoor, hè? Ja, we gaan er zeker voor. Absoluut. We hebben er zin in. Ja, het is wel leuk hoor. Met je door die muien met het water en springen en weet ik veel wat. Met je nat worden. Nat, dat werd je zeker. Zeker als je deze weg uitkoos om het strand te bedwingen. Duizenden recreatieve rijders testen hun uithoudingsvermogen en stuurkunsten op deze mooie stranddag. Vooraan werd ook gestreden en niet door de minste. Mountainbiker Henk-Jan Moorlach was vol goede moed aanwezig. Wel iets nieuws voor mij, ik heb er één gereden in mijn leven. Nou, ik kijk wel naar uit, ik hoor al sterke verhalen, dus ja. Wel zin om aan die verhalen bij te dragen, zeg maar. Ja, tuurlijk. En ook vijfvoudig winnaar Ramses Bekkenk was er en had er aan het begin niet alle vertrouwen in. Ik was vorige week al redelijk goed, alleen ja, de jongens die gewoon iets scherper hebben getraind en wat langer getraind. Ja, je ziet in de finale dat je dan tekort komt, dus op de basis moet ik op zich wel mee kunnen. En aan het einde vrees ik dat ik het heel zwaar ga krijgen, net zoals vorige week. Maar ja, het kan altijd raar lopen en als ik de kans krijg, ga ik er uiteraard voor. En zo geschiedde. Voor de zesde keer wint Bekkenk. Knap. Van achter dit geweld strijden de anderen. Lang na de 1 uur 14 van de winnaar komen zij aan, onder luide aanmoedigingen, op de Scheveningse boulevard. Nee, je ziet het zo voor je. Fiets! Ik denk dat dit nog zwaarder is dan duur. Ja. Helemaal kapot. Maar ik ben er bijna. Binnen 2 uur. Lukt hij? Ja, hij gaat heel goed. Laatste meters, hè? We zijn er toch bijna, dus. Heenweg was afschuwelijk. Want? Ja, heel veel water en muien en ellende. En ik kan technisch niet fietsen, dus dat was lastig. Ook Rabo-renner Henk-Jan weet nu waar de sterke verhalen vandaan komen en heeft geleerd. Dat je het juiste spoor moet pakken en dat het heel anders is dan mountainbiken. Er zat één klimmetje in het rondje en daar reed ik dan ook weg van de groep. Dat was dan wel weer goed voor het moraal. Moraal voor Moorlach en voor alle andere helden van vandaag. Op naar volgend jaar voor weer een nieuwe Rabobank Beach Challenge. Ja, doei! Doei zo! Doei! Hup, oké, meneer! Ja.